Dus we kunnen wat takken afknippen. We maken iedere dag een bosje. Ja. En het wordt dan opgevoerd. En dat is gewoon als snackie voor de apen of is dat echt deel van hun dieet? Nee, het is echt deel van hun dieet. Het is heel gevarieerd. Ze proberen veel verschillende soorten te geven. En dat, ja, dat is gewoon echt onderdeel van wat ze iedere dag te eten krijgen. Yo allemaal, ik ben Floris van Dierenpraat TV. En ik Noelle van Burgerzoon. En vandaag gaan we mee met iemand van de plantendienst. En we zijn hier in de bush, zoals jullie zien. Heel gaaf, je ziet honderden planten, bloemen, van alles. Maar je voelt het ook, want het is bloedje heet. Het is niet normaal. En we hebben een afspraak met de plantenverzorger. Rinke. Met Rinke. Hi. Hallo. Hallo. Bedankt dat we een dagje met jou mee mogen lopen om precies te ervaren hoe het is als plantenverzorger in een dierentuin. Ja, hartstikke leuk. Gezellig. Wat houdt dat nou in? Want ik zie hier zoveel planten. Wat doe je daar allemaal mee? Ja, eigenlijk is het super gevarieerd. We zijn heel veel bezig met water geven, snoeien, planten stekken, zaaien, blad knippen om te voeren aan sommige dieren. Gaaf. Ja. Zo, best wel een gevarieerde baan. Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad. Hallo. Ja. Wij zouden dus eigenlijk wel eens een keertje met je mee willen lopen en dan die verschillende dingen leren en kijken hoe het is als plantenverzorger. Ja. Nou, dat mag. Hartstikke leuk. En dus niet iedere plant kan je geven. Dus het zijn echt weer speciale planten die de dieren eten, die jij dan afknipt. Ja, klopt. Eigenlijk is het belangrijkste bijvoorbeeld zo'n palmpje zoals deze. Sommige planten hebben dus heel veel vezels in de bladeren zoals deze. En dat zie je wel. Dat is heel stug. Ja. Dat is voor dieren helemaal niet fijn om te eten. Ze zoeken eigenlijk planten uit met zachte bladeren. Want die vinden ze het over het algemeen wat fijner om te eten. Oké, dus dan gaan we op zoek naar zachte bladeren. En jij weet natuurlijk wel stiekem waar je kan vinden. Ja, dat moet wel goed komen, denk ik. Nou, kom maar mee. Nou, dit is bijvoorbeeld een plant die we heel veel voeren. Dit is hibiscus. We hebben heel verschillende soorten hibiscus. En die bladeren zijn best wel zacht. En zeker die jonge bladeren zijn echt super lichtgroen. Oh, ja. En dat, dat eten de apen op de rimba bijvoorbeeld best veel. En de giraffen? Giraffen voeren we eigenlijk niet met deze. Voeren we eigenlijk helemaal niet uit de bush. Dus het is vooral eigenlijk de apensoorten. Ja. Zouden die apen dan dit ook in het wild ook deze plant eten? Of, Wel soorten hibiscus. Ik weet niet precies of deze hibiscus dan ook daar voorkomt. Maar hibiscus is echt iets wat heel veel gegeten wordt door bladetende dieren, Kijk even deze plant, Floris. Dit is echt, dit wil je toch in je huis? Wat een plader! Het is echt... Kijk, zo groot is mijn hand. Dit is niet normaal. En hoe mooi ook. Heel mooi. Hij heet Colocasia. Hij heeft ook een hele lange moeilijke naam, maar dat zullen we achterwege laten. Mm-hmm. En het is een super mooie plant, die willen we graag op meer plekken laten zien in de bush. Yeah. Dus als we hem stekken, dan kunnen we hem eerst op de kweek zetten. En als de stekken dan gelukt zijn, dan zetten we ze weer in de hal neer. Nou, en zo hebben we dus eigenlijk al een klein plantje. En die kan in een pot op onze kweek. Zo, dit is echt een dit is wel groot eigenlijk. Ja, best dit wel al, hè? Van de bush. Je bent echt wel een beetje gewend aan deze hitte. Ja, op zich leer je er wel mee omgaan op een gegeven moment. Ja. En dat je groene veers moet hebben als plantenverzorger, dat is één ding dat zeker is. Ja, dat klopt. Maar wat zijn nou andere dingen waarvan je denkt, dat moet je echt hebben als je plantenverzorger wordt? Ja, ik denk vooral passie eigenlijk voor groen en voor natuur. En heel veel interesse en zin om dingen uit te zoeken. Ik denk dat het belangrijkste is. Dat je echt zin hebt om uit te zoeken wat voor plantje iets is als je niet zeker weet. En dat je graag wil weten hoe je een plantje kan stekken. Of welke planten giftig zijn en welke niet en zo. Mm-hmm. Ik denk dus dat je eigenlijk vooral heel veel interesse nodig hebt. En hoezo heb je dan gekozen om in een dierentuin te gaan werken in plaats van in Hortus Botanicus of zo, waar geen dieren zitten? Heb je ook wel met dieren? Of? Ja, goede vraag. Eigenlijk een beetje bij toeval zo gelopen. Ik dacht, probeer het gewoon. Misschien is het wel leuk. Zonder van tevoren eigenlijk heel veel kennis te hebben van het hele tropische gedeelte. Want dat doet natuurlijk ook buiten ook. Ja. En eigenlijk zo gaandeweg een beetje naar binnen toe gerold, zeg maar. Leuk. Dat, gaaf. Ja, het is wel een unieke werkplek. Dat kun je wel zeggen, plantenverzorger. Ja, super bijzonder. Dus we kunnen wat takken afknippen. We maken iedere dag een bosje met één of twee goede handen vol. Ja. En het wordt dan opgevoerd. En dat is gewoon als snackie voor de apen of is dat echt deel van hun dieet? Nee, het is echt deel van hun dieet. Het is heel gevarieerd. Ze proberen veel verschillende soorten te geven. En dat, dat is gewoon echt onderdeel van wat ze iedere dag te eten krijgen. Maar is het dan echt als slaaf voor apen? Oeh. Ja, ik weet niet of apen, ik weet niet of het zoet is voor ze of dat het heel bitter is. Hoe zij dat ervaren natuurlijk. Maar ze hebben het in ieder geval graag, dat weet ik wel. Snoeien. Ja. Moet ik wat afknippen of willen jullie wat afknippen of wat... Ja, zoiets is prima. Dat is wel mooi. Hé, die is mooi. Dankjewel. Meer voor de apen?
Ja, we kunnen nog wel een paar doen. Dan kunnen we nog wel één andere soort wijn doen. Dan hebben ze twee soorten vandaag. Ja. Dan hebben ze het goed voor elkaar. Kijk, hartstikke mooi. Ja. En dan kunnen we nog wat andere planten kunnen. Die staat een stukje verderop hier. Oké, welke mag eruit? Deze? Nou, eigenlijk al die kleintjes die hiervoor staan, die mogen er op zich wel uit. Dus je kan heel voorzichtig een beetje grond eromheen weghalen. En waar komt deze plant vandaan, Winka? Deze komen uit Azië. Ja. Ja, dus eerst moffen je wat zand weg en dan trek je daarna een beetje en dan knip je het af. Toch? Ja, inderdaad. Helemaal goed. Echt gewoon plantenverzorger. Jawel, hè? Zoeken jullie nog mensen? Nou, op zich wil ik het gebruiken. Ja, dus nu zit hij een beetje vast. Ja, kijk, een klein beetje wortel mee kan krijgen als dat wil. Ja, zoiets denk ik. En dan kun je hem helemaal achter de wortel kunnen proberen af te knippen. Hier? Ja, een beetje rondom, totdat hij los is. Kijk, heb je hem al voor. We hebben hem! En waarom is het nou zo belangrijk dat we dit doen? Voor de dieren, voor de planten? Ja, het verschilt een beetje. Deze plant gebruiken we gewoon omdat hij heel erg mooi is, omdat bezoekers er echt graag naar kijken. Ja. Dus deze proberen een beetje verspreid neer te zetten. Maar sommige planten doen het echt mee omdat ze belangrijk zijn voor dieren, omdat ze bijvoorbeeld de vruchten eten of de bladeren. Dus eigenlijk zijn er heel veel verschillende redenen. Soms doen we het omdat een plant heel erg bijzonder is en we het graag willen bewaren. Dus dan stekken we hem en dan geven we hem naar andere mensen in andere tuinen, zodat we zeker weten dat ze behouden kunnen blijven. We hebben in elk geval deze stekjes. Wil jij het ook even proberen? Nee, ik denk dat we wel genoeg hebben aan deze snee, toch? Nee, maar goed. Laten we naar de kweek gaan. Dat is, klopt, groot hè? Brilantsea heet het. En we hebben, kijk, daarachter staat er eentje in bloei met die mooie paarse bloemen. Dit mag echt gewoon zo weg. Ja, super mooi, hè? Dit mag echt gewoon zo weggeknipt. Ja, die kun je ook helemaal laag knippen. Speelt zoet echt super hard. Dus kan ik een pakje zo aan? Ja hoor, kan. Ja, dan kun je wel, als je nog twee of drie van die takjes erbij knipt, dan hebben we genoeg, denk ik. Zo dan. Ja, je bent je tuin aan het knippen. Ja. Die is het helemaal niet mee eens. Oké, maar is dit genoeg voor de apen? Ja, het is niet heel veel, maar dit is meer dan genoeg voor één dagje. Voor één dag? Ja, en morgen brengen we weer. Goed, gaan we het wegbrengen denk ik. Ja, naar de apen. Dan kun je wel lekker wapperen. Ja. Dit is het verblijf van de apen? Ja, dit is het binnenverblijf van de apen. En hier leggen wij de bladeren iedere dag neer voor de dierverzorging. En die voeren ze dan weer. Oké, is goed. Nou, dan leggen ze hier neer en dan gaan zij weer de rest doen. Ja. Precies. Dus dit was eigenlijk een kleine sneak peek van jouw werk als plantenverzorger in de bush. Ja, maar ben je dan eigenlijk plantenverzorger van heel de dierentuin? Ja, we doen. Vroeger was het gescheiden en sinds een paar jaar is het eigenlijk één groot team. Dus we doen samen binnen en buiten. Ja. Maar er zijn wel mensen die meer binnen staan en mensen die wat meer buiten staan. En daar waar het nodig is, staan we met z'n allen binnen of buiten. Wow, het is nog heter. Wow. Ja, klopt. Ik dacht dat het niet warmer kon inderdaad, maar ik ben te verbazen. Het is ook het allerwarmste stukje. Gelukkig staan de ramen open vandaag. Ja, pittig hè. Waar staan we nu in Afrika? Nee, dit is het Zuid-Amerikaanse gedeelte. Op de kwekerij natuurlijk. Hier staan natuurlijk niet alleen Zuid-Amerikaanse planten. Dit is gewoon van alles door elkaar. En hier kweken we echt de meest belangrijke dingen. En hier kunnen we ook die mooie planten die we net gestekt hebben in potten stoppen. Kijk. Stop. Ben je nou iedere dag aan het stekken? Niet iedere dag, maar wel vaak. We hebben hier een grote bak met grond. Die heb ik al gemaakt laatst. En in die grond stoppen we eigenlijk altijd een soort van gruis. En dat doen we zodat de grond niet te veel water vasthoudt. Omdat anders de wortels gewoon wegrotten van het water. Ja. Dus je kunt hier op tafel de planten neerzetten. En een paar handjes grond in de potten doen. En dan kun je de planten in de pot stoppen. Ja, het ziet er een beetje triest uit zo. Ja, hè? Dan kun je die... Dat is een fijn werkplekje, hè? Oh, jongens. En stel, je gaat dit zijn gang laten gaan. Groeien dan vanzelf weer meer van die bladeren uit? Ja, zeker. Ja. Dat middelste blad, dat krijgt het een nieuw blaadje eraan en nog een. En voor je het weet is het weer een grote plant. Ja, deze gaan weg. Ja, die mogen in de bak hierachter. En afval. Groeien. Op de tafel. Ja, en dan mogen ze ergens hier op de kweektafel waar ze een beetje bij passen. Ja. Oké, nou Rinke, ik zou het wel weten. Ik zou, naast dat ik heel veel van dieren hou, ook plantenverzorger willen worden. Nou, mooi. Maar ik vond die hitte in de bush wel extreem. Ja, dat is het ook hoor. Ja. In de winter is het gelukkig wel veel minder, maar in de zomer kan het wel echt warm worden, ja. Mm-hmm. En wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel super gaaf met al die planten en die stekjes. Maar ik merk wel dat de dieren vind ik wel echt, vind ik nog gaver. Maar door die combinatie, dat je nu die planten aan de dieren kan geven, zou ik het misschien wel overwegen om dat ooit wel eens te doen.
Hey, Rinke, bedankt voor al je mooie kennis over planten. Nou, heel graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Hey, en zit je nou thuis en denk je van, ja, ik vind het ook super gaaf als planten verzorgen. Laat het even weten in de comments, want vinden we alleen maar leuk om te zien. Ja, maar of misschien een ander beroep in de dierentuin. Laat het weten wat jij zou willen worden. En stel je wil wat zien, laat het ook weten, want wie weet gaan we het in de volgende aflevering wel voor jou uitzoeken. Oké, voor nu een duimpje omhoog en hier beneden abonneren en check even beide kanalen, want er komt alleen maar gavere content. Later. Doei doei.